Woensdag 21 maart mogen we weer gaan stemmen. Dan kiezen we de leden van de nieuwe gemeenteraad. Er dingen 8 partijen mee om de gunst van de kiezer. En daaronder ook de SGP. Jan Kroneman is lijsttrekker van deze partij. Meneer Kroneman, kunt u kort iets over uw politieke achtergrond vertellen en wat u zo boeit aan de politiek? Ja, Brigitte, ik ben sinds mijn 18e al lid van de staatkundig gereformeerde partij. Ik denk dat ik bij van de jongste leden was toen. En ik heb erg veel affiniteit altijd gehad met de politiek. En een jaar of 15 geleden kwam men bij mij om in de schaduwfractie wat werk te mogen verrichten. En ik heb daar met erg veel plezier dat aanbod aangenomen. En aldoende kwam ik op de lijst terecht. En toen op een gegeven moment in 2004, toen Albert Lok stopte, tussentijds, toen heb ik tussentijds in mogen stromen in de fractie. Was pittig, maar het is een harde leerschool, maar ook een mooie leerschool geweest. En tot 2006 heb ik toen de eerste periode mogen afmaken. En in 2010, toen Eybert Bultmans overleed, toen ben ik als lijsttrekker aangetreden. En dit is de derde keer nu. Mooi. Wat doet uw partij aan de leefbaarheid in de gemeente? Onze partij zet zich vooral in voor gefaseerd bouwen in de kleine kernen. Ook de Hoge Enk, Oostendorp, Doornspijk, wat niet de grootste zijn, willen wij leefbaar houden. Scholen willen wij ook graag functioneel houden, dat er genoeg kinderen toestromen, dat die open kunnen blijven. Dat is voor ons erg belangrijk. Ook de kerken willen gevoed worden. U mag weten dat ik ook kerkelijk ben. Wij vinden het erg belangrijk dat er een evenwichtig aanbod van woningen in onze gemeente is. Dat is wat dat betreft. We hebben ook de groenvoorzieningen, vinden wij ook erg belangrijk. De begraafplaatsen, het openbare groen, de wegen, alles wat daaromheen is, vinden wij erg belangrijk dat dat er netjes bij ligt. En op welke wijze bouwt u aan een goede relatie met de burgers? Ik vind het persoonlijk erg belangrijk, in mijn fractie overigens ook, dat we benaderbaar zijn, dat we laagdrempelig zijn, toegankelijk. Wij gaan de kernen in. Vorige week waren we in de Jeanne d'Arc met onze fractievergadering. De maand ervoor zaten we in de Deel. We zoeken de kernen op. We gaan naar de burgers toe. Dat vinden we heel belangrijk. Wij vinden het ook belangrijk dat we benaderbaar zijn. Dat per mail, per post, per telefoon, maar ook op straat. Spreek ons gewoon aan. Mm-hmm. En dat is zo belangrijk dat we niet als interessante mensen zitten te vergaderen in het gemeentehuis. Het moet ook gebeuren, zeker. Maar zeker, we zijn volksvertegenwoordiger. En dat is zo belangrijk. Mm-hmm. In hoeverre is zorg en welzijn ook uw zorg? Ja, Brigitte, dat mag in ons partijprogramma ook zeker erg belangrijk zijn. Ouderen, kinderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zijn voor ons erg belangrijk. Die hebben we, de belangen van hun hebben we gewoon hoog in ons vaandel. We hebben de afgelopen tijd bijvoorbeeld geijverd voor premantelzorgwoningen. Daar hebben we aan helpen faciliteren. We gaan het nu ook met voortvarendheid in deze nieuwe raadsperiode oppakken. Mensen die op dit moment nog niet zorg nodig hebben, maar de ruimte en de mogelijkheid hebben om iets te creëren in hun achtertuin, willen wij, daar was nog geen beleid op. We hebben samen met het college, maar ook met de andere raadsleden, dat gestalte mogen geven. Dat het eigenlijk dat er wetgeving en jurisprudentie voor gekomen is. Het was een witte vlek nog. Maar wij hebben daarin mogen duiken als fractie en het op mogen pakken. En toch als resultaat zien we dat. En we willen dat graag nu de komende 4 jaar ook gestalte gaan geven. Okay. Wat ook erg belangrijk voor ons is, zijn de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. U weet dat er erg veel mensen voor de inclusief groep werkzaam zijn hier in de gemeente Elburg. Wij hebben altijd kosten nog moeite gespaard als fractie om die mensen dicht bij ons te houden. Het is ook in ons belang of ze in de kaartenbak zitten van het gemeentehuis of toch productief zijn bij de inclusief groep, waar ze toch ook een verdienfactor zijn.
Dat vinden wij ook bijzonder belangrijk. En u hebt een kandidaten achter u staan. Waar gaan ze voor? Arjan Klein, die staat op nummer 2. Die doet het erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Hij staat met een open mind in het hele gebeuren. Hij pakt het goed op. Hij is vlot en welbespraakt. Maar hij wil ook heel graag voor de ondernemers en voor de nieuwe mensen in Elburg iets betekenen. Hij wil ook de toeristenbranche aanzwengelen. Staat wel, vinden wij belangrijk, hoe verhoudt zich dat tot onze normen en waarden als SGP? U moet weten dat we, u weet het ongetwijfeld, dat we verblijfsaccommodatie hebben proberen te faciliteren in de gemeente Elburg. Tot op heden hebben we dat niet kunnen redden met een hotelplan aan de kop van de haven. Maar wij waren wel de drijfveren, maar ook wel de initiators om dat op te pakken. Helaas is door omstandigheden dat mislukt, maar we blijven hier wel aan trekken. En uw andere kandidaten? We hebben de heer Valk sinds september bij ons nu. Dat is ook een hele goede opvolger voor de heer Beens, die nu in opleiding is voor predikant. We missen hem nodig, maar Jan-Willem Valk die heeft het heel goed opgepakt. Hij doet de zorg en welzijn. Hij doet dat erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Hij wordt breed gewaardeerd in de fractie, maar zeker ook in de raad. En dat is best prettig, ja. dat er toch een apolitieke goedkeuring voor deze jonge man is. Hij is 34, hij timmert aan de weg. En het is een slimme vent die snel problemen doorziet. En wat ik net ook al zei in mijn eerdere praatje over het welzijn en de zorg, wat ik daarover zei, daar maakte hij zich bijzonder sterk voor. Okay.